Hij was alleen niet zo strak. Komt. Een hele grote shoppingmall hier. Kijk die berg daarachter. Sure. Oh, die blauwe jassen, hè? Hele goede morgen, jongens. En leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog van Theme Park Kids. Op de dinsdag is het vandaag. Zoals je ziet zit ik in de auto. Het is net 9 uur geweest en ik ben onderweg naar mijn Nederlandse groepje zwemleskinderen. De boys en Vianna zijn vandaag thuis. Amy die past deze ochtend weer lekker op. Zodat Mike zijn handen vrij heeft om te werken. En ik ook. Ik duik zo het zwembad weer in. En voor deze middag heb ik nog niet iets speciaals op de planning. Ik heb al wel wat bedacht, want volgende week begint natuurlijk de scholen weer. En het najaar begint hier een beetje. En Elliot die wordt natuurlijk wat groter. Dus die heeft niet echt meer wat nieuwe kleertjes straks voor in het najaar. Dus ik zit eraan te denken om vanmiddag even naar het winkelcentrum hier verderop te gaan. Om eventjes met de jongens te gaan shoppen voor het nieuwe schooljaar. Eventjes kijken hoe iedereen is deze ochtend. Want we hebben het natuurlijk gisteren ook weer schoonspringen gedaan. Dus even kijken of iedereen fit genoeg is om vanmiddag het winkelcentrum in te duiken. En het zou leuk zijn als Mike ook mee kan, want dan kunnen we misschien aansluitend daar ook een hapje eten. Maar goed, laat ik voor nu eerst even lekker zwemles gaan geven. Ik ben wel benieuwd of dit het hele winterseizoen doorgaat, want de zwemlessen die ik geef zijn namelijk buiten. En nu is het zwembad wel verwarmd waar ik les in geef. Maar ik merkte de laatste keer dat ik erin zat dat het bovenwater toch wel een beetje fris begint te worden als je zeg maar het zwembad uitkomt. Dus als je erin ligt is het goed. Maar als je eruit komt dan is het wel een klein beetje fris. En nou is dat voor mij niet zo erg. Maar die kinderen die zijn natuurlijk ja 5, 6, 7 jaar. En trouwens de jongsten die meedoen zijn 1 jaar. Dus dan is dat natuurlijk niet helemaal comfortabel als, het, ja, als je het koud hebt en zo. Dus ik hoop dat ik zo lang mogelijk les kan blijven geven daar. En anders moeten we kijken of we misschien iets van het binnenpad ergens kunnen vinden. Of dat we het in het voorjaar gewoon weer moeten gaan oppakken. Maar voor zolang als dat ik daar nog kan blijven, rij ik gewoon nog 2 keer per week op en neer. Zwemlesjes zitten erop. Dus ik rij even langs de supermarkt om even wat boodschappen te halen. Brood was alweer bijna op. En havermout is op. Het is even mooi om dat op de terugweg te doen, want dan hoef ik daar in ieder geval voor het huis niet meer uit. Zo. Geparkeerd. Inmiddels thuis. Hele middag al gewerkt. Hele ochtend gewerkt. En Elliot wilde graag verstoppertje met ons spelen. Dus we hebben een bodysuit bij hem omgedaan. En hij zit er inmiddels ook aan. Ja, dat zie je. Hij zit aan. Hij was alleen niet zo strak. Dus ik ga hem even ietsje strakker zetten. Ja, en ik denk dat andere kijken zo kijken. Ja, dat is grappig, hè? Dan zie je elkaar. Oké. En wat was nou de bedoeling, El? Wij moeten allemaal verstoppen bij elkaar. Jullie zijn als eerst op een verstopplek en dan ga ik proberen jullie te zoeken en dan weer opnieuw tikken en jullie moeten verstoppen. Ah, oké. Okay. En wanneer is het spel afgelopen? Als wij weer op het balkon zijn zonder dat je ons hebt getikt? Nee. Wanneer dan? Want als we moeten wel een keer vrij buiten, toch? Als jullie in die boom klimmen. In de boom klimmen? Ja, als jullie in die boom klimmen, dan hebben jullie lekker rust. Heel hard tellen, dan horen we je. Tot 20. Ja, maar 10 is te kort. 10 is te kort. Dan gaan we verstoppen. In de boom. In de boom? Ja. Ik ga hier staan. Oh, ik ga naar de andere kant. 5. 6. 7. 8. Hij komt! Stik! En nu moeten we alleen nog de andere. Nee, niet weg! Nee, daar is niks te horen. Daar is niks te horen. Dat ik iets hoor.
Ik heb... Tik! Wij zijn op. Oké, nu alleen nog mama zoeken. En wij gaan nog een keer. Oké, kom. Mama is niet hier, dat kan net wel. Nee, mama is buiten. Oh. Ik sta nu achter een ketel, verstopt. Nou hoop ik dat hij gewoon zo voorbij rent, zonder dat hij mij ziet daar zo. Volgens mij komt hij, volgens mij komt hij. Het is heel goed verstopt. Tik! En ik heb die andere ook al getikt. Heb je die andere ook al gevonden? Ja. Je had me echt goed gevonden. Mijn verstopplekje was best wel moeilijk. Ja, want je benen piepten eruit. Ja, mijn benen staan eruit. Oké, okay, waar is de rest? Doen die ook nog mee? Wacht. Ga jij zo doen? Ik heb mama gevonden, kom boven. Wat? Hij had me gevonden. Daar. Je bent echt goed. Ja, ik zag haar benen uitpiepen. Je was echt verstopt. Ja, vond je het een verstopplekje? Maar Emmy niet. Nee? Ik vond haar als eerst. Oh, zo snel. Ja. Oké. Okay. Tot 10 tellen of tot 20? Nee, Amy ben. Oh, is Amy? Ja, want ik heb haar als eerst gewonnen. Oké. Okay. Tot hoeveel ga je tellen? 20. 20, oké. Okay. 5. Oeh, go, 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 go. Nee, dat vindt ze ons gelijk. Hier, doe dan achter het muurtje. Even denken. Oh mijn god, ik hoorde al 7. Kom, kom, kom. Kom. Ze is er bijna. Gaan we hier verstoppen? Oké, we moeten in het appartement verstoppen. Is Elle hier ook? Ga jij hier verstoppen? Ja. Dan zit hij hier gelijk. Nee, kom, kom. Sst. Sst. Ja, kom hier. Sst. Ze is ook niet buiten. Ze is ook niet buiten. Ze is ook niet buiten. Nee, ze is hier nog niet geweest. Kom, El, ga mee. Hij is aan het tellen. Kom, we hebben bijna geen tijd meer. Tot 20 tellen, hoor. 1, 2, 3, 4. Wat zeg je? Ik wilde jongen. 1, 2, 3.
Langs jou lopen, want ik zag jou niet. Moest ik lachen? Hoor, je moet maar tikken. Tik mij maar. Tik! Oké, okay. Ik heb verloren. Ga maar op zoek naar mama en Ellie. Eén. Ja. Mama, weg. Ja, ik zoek met je mee, oké? Okay? Ja, dan gaan we op zoek naar mama en Ellie. Hier is niemand. Okay. Eén. Geen één vind ik. Ik had. Die speelt altijd heel schattig verstoppertje. Want dan gaat hij dus verstoppen. En als hij dan zeg maar de zoeker hoort, dan gaat hij achter zijn verstoppenplek vandaan. Tadaa, hier ben ik. Maar goed, ik zit nu dus achter een prullenbak. Vrij opzichtig, aangezien het dit prullenbakje is. Hij heeft me niet gezien. Volgens mij zit dus nu beneden in het appartement. Ik denk dat Elliot er inderdaad verstopt is. Dus ik blijf hier gewoon zitten. Hij moet mij kunnen zien als hij terugkomt straks. Ik ben het! We zijn wel alleen nog op zoek naar mama. Ja, maar ja. Mama is ook wel verstopt. Iedereen. Nou, mama is heel goed in verstoppen. Ik weet het! Ik weet het misschien. De laatste tijden had ik haar hier gebracht. Misschien binnen. Bij ja. Ons. Gaan we even kijken. Jongens. Wacht, ik pak een jas. Zou die mij zien? Ik denk niet dat mama daarin is gaan zitten. En? Denk je wel? Ja. Je kan ook daar binnen kijken. Nee. Hey, ik hoorde iets. En dan komt recht tegen de deur af. Ik dacht dat ik iets hoorde. Ja. Ik dacht dat ik. Het wordt zo hard lachen. Oh, jij bent. Ja, wat is er dan? Ik ben op zoek naar mama. Oh. En waar zou mama nou zijn dan? Hey. Als je nou heel slim bent, kijk je op het balkon en dan kun je naar beneden kijken. Dan zie je mama zo in de tuin. Beneden hebben we al gekeken. Ja. Ik zal het even mee helpen zoeken. Ja. Mijn mama is nergens. Nee? Hij is gedaan. Dan is er een wit gras. Ja, we moeten weer even teruglopen, denk ik. Ga ik even wat eten halen? Papa, leugenaar. Hij is een leugenaar. Weet je, mama is toch daarin. Oliver, wil je even iets weggooien? Deze moet weg op voor jou. Please. Oh, we moeten weer in de tuin. Wat, weer appelsap? Tietje. 3, 3. Ik weet zeker, maar hij is. Ja, waar zal ze zijn dan? In de tuin. Wat is het voor blaadje? Heb jij dat gemaakt? Nee. Olly, heb jij dit gemaakt?
Oh, hier El. Mag je dit even weggooien? Oh, gooi dat maar even weg, El. Ik heb het al niet gemaakt. Ik weet het. En daar ben je. Hoi, ho. Had je me niet gezien? Nou, kwam het mama was niet een hele goede stopplek. Ik vond hem wel goed. Echt niet. Oké. Iedereen lief van voor mij. Zo had jij ook een keer in dat kastje. Ja, maar toen weet ik niet eens dat jij niet stopte. Nee, want ik pakte gewoon mijn paspoort. Maar ze dachten dat ik dat geluid maakte, dus ik kwam gelijk naar boven. Nou, leuk. Oké, nu is het mijn beurt. 20. Ga ik tot 20 tellen? Ja, okay. 1. Mam. 2. Nee, mam, niet meer met die. Niet meer die? Ja. Oh, dat dacht ik. 3. 4. 5. 6. We gaan weer met 1. 1. 2. 3. 4. We gaan weer met 1. Hé, wie weet je wat? Vijftien, 16, 17. Ik kan helemaal naar huis. 19. 20. Wie die weg is, is gezinnen. Kom. Nou ben ik benieuwd waar ze naartoe zijn gegaan. Of ze nou in het appartement beneden zitten. Viana ligt nog lekker te slapen. Maar even bij Viana kijken. Hier ligt niemand. Oké, de woonkamer is leeg. Mijn verstopplekje is ook leeg. De keuken is leeg. Ja, ja, ja! Oh, alle drie! Alle drie! Tik. Ik zat hier als eerste. Tik. Oh, het rijtje gevolgd. Nu mag ik als eerste. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 9, 20. Wie die weg is, is gezien. Ik kom. Ik zag dat laken bewegen. Hey, ik zie jou. Ik zag... Amy is wel... Nee, Amy nog. Nu Amy. Eerst Amy nog zoeken op. Je is nog verstopt. Amy, waar ben je? Ik weet het. Zou ze hier zijn verstopt dan? Oh, hier! Nee. Nee. Laat ik me net gezien. Doe. Zou ze hier zijn? Nee, ook niet aan de kant. Onder het bed misschien. Zou het onder het bed zijn? Nee. Nee? Oké. Okay. Kom op. Dat was niet. Die kast. Misschien die kast. Oh mijn god, ze zal nooit in de koelkast zitten. Nee, dat past niet. Nee, want ze wordt bevroren. Misschien is ze gewoon in het huis. Ja, misschien wel, ja. Want ik zie haar geen. Ik zie haar ook niet. Hallo. Zie jij er al? Ik hoor haar niet. Als eerste. Zie jij er? Wat een goede verstopplek. Eeuw, eeuw. Stop met die bak. Dat is eeuw. Ja, zo vies. Ja, dat klopt. Dat klopt. Oh. Dat gaat wel, oké. Vrije buurt, één. Daar gaan we naartoe. Vrije buurt. Gestopt. Nee, maar jij was te snel met tellen. Ik wilde eigenlijk onder deze verstoppen, maar je was al klaar met tellen. Ja, mam. Ja. Maar wel snel, hè? Dat was echt heel snel. Oké, ga de rest zoeken, jongen.
papa, die is aan het douchen. Oh, ben jij hier? Nee, hier is hij niet. Niemand. Oké. Okay. In achter die prullenbak? Dat is ook een goede verstopplek net. Nee. Okay. Ah, in deze kast. Denk het niet. Nee. Nee. In deze kast. Nee, die ook niet, want die staat helemaal vol. Nee. Nou, zien jullie ook gelijk mijn kast van binnen. Oké, okay, let's go. Oeh. Oeh. Ja. Ik hoor het fluitje. Ja, volgens mij komt het hier uit. Let's go. Hier. Precies, maar ze is... Oh, weet je dat? Ja, want ik had haar als laatst daar gezien. Is ze niet in de badkamer? Ik zie haar! Zie je? Oh, oh! Mam, stop even. Ik heb haar gevonden! Waar? Nou, hier buiten daar! Eén! We hebben jou gevonden. Maar Elliot, jij wist me alleen maar omdat je me zag. Dat en ik ging al trillen. Toch? Nou, ik wist niet dat je hier verstopt ging. Anders had je me niet gezien, toch? Nee. Heb je me gezien? Nee, en ik ging langs je. Mama zag jou niet. Even goed verstoppen. Nou, jongens, ik ga even wat drinken. Nu ben jij in de buurt. Nou, ik ga even wat drinken. Ik had net gedoucht, maar ik kan weer douchen, geloof ik. Nou, hè, ik zweet ook wel. Ik lust wel wat te drinken. Oké, willen jullie ook water? Nou, ik heb Oké. Na een hele ochtend werken. Ja. En verstoppertje spelen. En chillen. En mango uit eigen tuin eten. Uit eigen tuin. Wat is er? Zit er een diertje bij je? Een spinvlieg. Een spinvlieg, oeh. Gaan wij nu op naar... Waar is het eigenlijk? Is dat Marbella? Estepona richting. Richting Estepona. Gaan we naar een groot, heel groot winkelcentrum? Kom dat uit! Spinvlieg! Oeh, ja, dat ruimt. Want we gaan een klein beetje inkopen doen. Inkopen. Een beetje shoppen voor het nieuwe schooljaar. Wat najaarskleding voor Elliot. En voor mij. Nou ja, jij hebt wel wat. Aan truien en zo. Maar we kunnen wel eventjes kijken. En voor Fajana een beetje, want die groeit ook al een beetje uit Fajana haar kleertjes. Mee, jongens. Ja, die is ook mee. Die ligt lekker chill in haar maxicosi. Je ziet haar tenen er tussendoor. Oh, nu niet meer. Ze trekt gewoon de tenen weg. Ja, je moet hem uitleggen vanwege de film. Wat? De airco. Ja, nou dan doen we de airco weer gauw aan. Maar dat geeft zo herrie op de vlog. Dus ze doen de airco iedere keer uit. Maar dat is eigenlijk torture. Dus zet hem weer gauw aan en ga rijden. Het is een echt gezinnetje bij het winkelcentrum. Een hele grote shoppingmall hier. Kijk die berg daarachter. Mooi hè? Echt mooi. En Fajana lekker in de kinderwagen mee. Ja, wonen we helemaal in Spanje en heb je nog alle Nederlandse winkels, althans Nederlands. Allemaal van die ketens. Ja, maar ik wil bij dat Okaidi even kijken. Dat weet ik niet, maar het ziet er leuk uit. We gaan naar die blauwe winkel daar op. Het zijn pyjama's, jongens. Oh, die zijn wel leuk, zeg. Ze hebben dezelfde. Is dit ook een pyjama? Ja, ze zijn ook pyjama's. Ja. Dit ook. Ook pyjama, alle pyjama's hier. Ja, we gaan hier even een rondje doen. De eerste tas met kleding is geslaagd. En Elle heeft hele mooie armbandjes. Oh, hij duikt weg. Nou, Sissy. Mooi, Elle. Heel leuk. Gaan we nu naar de andere winkel. Ga je mee op? Even wachten, de lampjes groen zijn, jongens. Even wachten. Ja. Bij de Primark. Binnen mag jij... Op de 1 mag je drukken. En dan op de terugweg mag jij de deur openen. En ik de binnenste knop. Oké, we moeten nu springen. Dus ik zat hier naar boven, jongens. Nee, maar alsjeblieft. Heel hard springen. Oh, alsjeblieft. Ja, nog hoger, kom op. Oh. En dan hoger. Oh, jongens. Vind jij dan maar dit nog gek? Ja, en we kunnen eruit. Sjonge.
Sure. Oh, die blauwe jas vind ik leuk. Die op die pop zit. Deze jas. Die valt echt leuk op. In deze jas. Nee, deze jas hier. Het is een soort regenjas. Jongens, heel leuk. Deze is wel leuk, maar niet echt. Die is echt leuk. Ik denk dat je nog wel een maatje groter kan, want je groeit nog. Zie je? En doe je nu eens je arm naar voren. Zie je? Je hebt een maat groter nodig. Jongens. Oeh, mooi hoor. Ach, deze is toch wel, man. Voor deze. Oh, Mia. Nee. Is die goed, hoor? Nee. 3 tot 4 jaar. En 4. Wat? 3 en 4. Je tas zit helemaal vol met spullen. En dan is het nu maar even tijd voor die en even te spelen. En we hebben een Mickey Mouse Tosti. Mickey Mouse Tosti apparaat, ja. Dan gaan we thuis wel even laten zien. En wat gaan ze doen? Ze gaan crossen op de scooter. Door, er zit alleen maar op een telefoontje. Dus ik ga even kijken waar ze uitkomen. Joehoe! Wat? We hebben mama achtergelaten. Ja, we zijn lekker aan het eten. Ja. Dus wij gaan afsluiten voor vandaag. We gaan afsluiten voor vandaag. Vonden jullie dit een leuke video? Abonneer dan op ons kanaal. En vergeet niet de duimpje omhoog te doen. En we zien jullie weer in een nieuw vlog van Tippa Kids. Tot morgen. Tot morgen.